Beste mensen, welkom bij deze presentatie over de drie gezusters, de ramp daarvan. Maar voordat ik daarover ga beginnen, dacht ik, laten we beginnen met een introductie hier in Groningen, bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum. En ik sta hier op een mooie plek, bij een Groninger tjalk, genaamd de Alida. En dit leek mij de perfecte plek om deze lezing te introduceren, want we gaan het hebben straks over een andere Groninger tjalk. Maar voordat we daarna gaan kijken, eerst wat over, wat is nou eigenlijk een Groninger tjalk? Dit is zo'n ding, deze is van ijzer gemaakt. Degene waar wij het over hebben, die is van hout gemaakt. Maar het is een heel karakteristiek schip, gebouwd 19e, 20e eeuw, met een vrij bolle kop en dan een hele typische indeling van achter in het schip de roef, waar de mensen aan boord woonden. En dan in het midden een groot laadruim waarmee vracht kon worden vervoerd. En dan voorin ruimte voor tuigage, voor touwen en soms sliep daar ook een knecht. En deze schepen voeren vanuit Groningen en vanuit de veenkoloniën richting het Zuiderzeegebied om allerlei producten van en naar Groningen te brengen. Zo ook de drie gezusters waar we straks na gaan kijken, die uiteindelijk op weg was naar vermoedelijk Veendam, Wildevank, en daar nooit is aangekomen. Maar deze tjalk, gebouwd in 1903, geeft een beetje een beeld van waar die drie gezusters er ooit uit heeft gezien. Met achterin die roef waar de schipper met zijn gezinnetje heeft geleefd. En dan die lading steenkolen die je straks zult zien, die zullen hier achter mij in dat ruim hebben gezeten. En toen de ramp gebeurde, toen stond die schipper hier zo ongeveer achter mij op het voorschip, toen die merkte van er gaat hier iets mis, hier op de Zuiderzee. Wat er dan precies misging, daar gaan we het zo meteen over hebben. We staan hier bij een houten scheepsmodel. Het ijzeren schip Dalida was een introductie op hoe een Groninger tjalk eruit ziet. Maar dit zou eigenlijk gewoon een model kunnen zijn van de drie gezusters. In dit geval heet hij alleen anders, de Vink. Zo'n houten scheepsmodel geeft onze archeologen een hele goede indruk hoe zo'n wrak er eigenlijk in zijn geheel uit heeft gezien. Want als we gaan opgraven, dan vinden we nooit het hele schip terug. We vinden eigenlijk de onderkant van het schip en een klein stukje van de zijkanten, die vallen vaak naar buiten toe terug. En alles bovendeks is weg. Dus de mast in dit geval, de roef, het laadruim, alle spullen die op het dek lagen, vinden we niet terug. Maar met zo'n houten model uit die 19e eeuw krijgen we dus toch een indruk hoe die opbouw van het schip eruit heeft gezien. En dat vult onze archeologische data aan. Zo, beste mensen, neem ik u na deze inleiding mee terug in de tijd. Om precies te zijn 127,5 jaar. En dan komen we uit in Rotterdam op zondag 18 juni 1893. We zijn in de haven van Rotterdam, zoals u ziet. En aan de kade van de anders zo drukke haven ligt het tjalkschip van schipper Meijer er vrij verlaten bij. Het schip met zijn karakteristieke bolle kop en zware mast ligt diep in het water. Want het is vanmiddag volgeladen met 40 last steenkolen. Nu het langzaam donker begint te worden, is te zien dat er wel degelijk mensen aan boord zijn. Door de kleine ronde openingen aan weerszijden van het roefje brandt namelijk licht. Deze kleine ruimte in het achterschip is in feite een huis aan zich. Een slaapkamer, woonkamer en keuken in één vertrek. De buitendeur van het roefje staat nog open. Het koelt de laatste tijd 's avonds maar moeilijk af. Als we via het houten trappetje afdalen, zien we schipper Meijer op een stoel aan tafel zitten, bij wijze van spreken. Natuurlijk heeft hij een voornaam, maar iedereen in Wildevank noemt hem bij zijn achternaam. Goeiedag Meijer, goeiedag. Meijer is tevreden over het verloop van de dag. Het schip is volgeladen en hij heeft zojuist de vaarroute nauwkeurig uitgestippeld met zijn duimstok en scheepspassen. Bovendien heeft hij nog kans gezien om voor zijn vrouw een nieuw strijkijzer te kopen. Eentje waar de kooltjes in kunnen worden geplaatst. Dan blijft hij veel langer warm. Bovendien was de oude ook nodig aan vervanging toe. Morgenochtend zal hij in alle vroegte de haven van Rotterdam verlaten om met zijn schip koers te zetten naar de gemeentelijke gasfabriek van Harderwijk, waar hij de lading kolen moet lossen. Hoewel hij de route naar Harderwijk uit zijn hoofd kent, hij heeft de tocht in de afgelopen jaren al tientallen keren gemaakt, is er toch altijd wel wat spanning voordat de reis begint. Met name de oversteek van Muiden naar Harderwijk is niet zonder gevaren. Ondieptes, obstakels en natuurlijk de onvoorspelbaarheid van het weer. Het kan ongelooflijk spoken op de Zuiderzee.
In alleen de afgelopen 10 jaar zijn al meer dan 80 schepen op deze zee vergaan. Om zijn gedachten wat af te leiden, pakt hij het boek De Oude David van tafel en slaat het open. Het boek is nog maar enkele jaren oud en richt zich op de afscheiding van de gereformeerde kerk in 1834. Meyer is duidelijk een gelovig man. Zonder uit het boek op te kijken, pakt hij een zilveren lucifersdoosje uit zijn borstzak om een pijp op te kunnen steken. Hé, hey, klinkt de stem van zijn vrouw vanuit de andere hoek van het roefje. Die pijp die steek je bovendeks maar op. Ik heb net de schone was opgehangen en de kleine die slaapt nog niet. Bovendien had je beloofd om de tafel op te ruimen en een sopje te maken. Zuchtend staat mij erop. Op tafel staan inderdaad nog allerlei spullen die moeten worden opgeruimd. Mopperend gaat hij aan het werk. Een knecht was nu wel makkelijk geweest. Na gedane arbeid nemen de schipper en zijn vrouw nog even plaats aan tafel. Onder het licht van de petroleumlamp opent de schipper een flesje drank en schenkt hij 2 glazen in. Terwijl zijn vrouw aan een naaiwerkje tevoorschijn haalt, pakt hij de nieuwe Veendammer Courant erbij om onder het spaarzame licht nog iets over thuis te lezen. Niet veel later doven de lichten aan boord en wordt het stil op de drie gezusters. Maandag 20 juni 1893. Ruim voor zonsopgang is de drie gezusters al vertrokken uit Rotterdam. Schipper Meyer heeft door het warme weer niet al te best geslapen. Om 8 uur 's ochtends meet het kwik al bijna 25 graden. Onder een zwakke noordoostenwind, windkracht 2, zet de Tjalk koers richting de Zuiderzee, waarbij het onderweg Schoonhoven, Nieuwegein, Utrecht, Weesp en Muiden zal passeren. Rond het middaguur meet het kwik al bijna 30 graden en draait de wind richting het zuidwesten. Dat is gunstig voor Meyer, aangezien hij richting het noordoosten zeilt. Dat de wind nog meer in kracht afneemt, windkracht 1, is echter problematisch. Het is al laat in de avond als de drie gezusters eindelijk de monding van de Utrechtse Vecht en daarmee de Zuiderzee bereikt. Het is nagenoeg windstil, het water is kalm en de Tjalk komt maar moeilijk vooruit. Eenmaal op zee zet Meyer koers richting het noordoosten, waarbij hij nauwlettend de lichten langs de kust in de gaten houdt. De vaartocht richting de Gelderse kust is saai en het zicht op de Gelderse kust is 's nachts even eentonig als overdag. Maar hij realiseert zich dat hij scherp moet blijven. Even ten noordwesten van Harderwijk ligt namelijk een gevaarlijke ondiepte, die de Knar wordt genoemd. Er staat er minder water dan de diepgang van zijn schip, zeker nu het geladen is. Zolang hij maar ten zuidoosten van de ondiepte blijft en koers richting de haven van Harderwijk houdt, zou het goed moeten komen. Terwijl Meyer in het donker voor zich uit tuurt, denkt hij aan zijn vrouw en kind die beneden deks liggen te slapen. Hij is al bijna een hele dag en nacht wakker en voelt de vermoeidheid. Dan ziet hij eindelijk een klein lichtpuntje in de verte. Blij verrast realiseert hij zich dat het de vuur van de vispoort van Harderwijk moet zijn, op zo'n 10 kilometer afstand. Hij stuurt de kop van de Tjalk enigszins bij en zet koers richting de lichtbron. Plotseling gaat er een harde schok door het schip, gevolgd door gekraak en het geluid van stromend water. Geschrokken rent Meyer naar het voorschip om met het licht van zijn stormlamp te constateren dat het schip water maakt en begint te hellen. Hij heeft geen idee wat er zojuist is gebeurd, maar het is in ieder geval foute boel. Hij rent weer naar het achterschip om zijn gezin te wekken, maar zijn vrouw komt met het kind in de armen op dat moment al bovendeks. Vlug overleggen ze over wat te doen, maar het schip hangt inmiddels zo schuin dat zeewater door de luiken in het vrachtruim begint te stromen. Meyer realiseert zich dat er acuut gevaar dreigt. Hij trekt de roeiboot langs zij en gebiedt zijn vrouw met kind van boord te gaan en volgt hen. Hulpeloos kijken ze vervolgens onder het flikkerende licht van een stormlamp toe hoe het zeewater het vrachtruim vult en de drie gezusters langzaam in het grijze water verdwijnt, totdat alleen het topje van de mast nog boven het water uitsteekt. Oplettende vissers in de omgeving hebben de scheepsramp waargenomen en schieten het schippersgezin te hulp. Een vreselijke scheepsramp, maar er vallen geen slachtoffers te betreuren en Meyer is zo verstandig geweest om zijn schip te verzekeren. Alles komt dus goed. En wat er vervolgens met Meyer en zijn gezin is gebeurd, dat is tot op heden onduidelijk. En daarmee eindigt dit reconstructieverhaal van de drie gezusters en schipper Meyer. Je zou kunnen zeggen, dit is het verhaal, maar dit is niet het verhaal zoals dat ooit is verteld.
Want dit is het enige bericht over de drie gezusters wat we uiteindelijk terug konden vinden in de krant. En we zien hier wel de belangrijkste informatie, dat de Tjalk drie gezusters vanuit Rotterdam met Schippermeijer uit Wildevank met aan boord een last steenkolen is gezonken. En dat schip en lading zijn verzekerd en dat de opvarenden zijn gered. Dus de meest belangrijke informatie natuurlijk die nodig is om die ramp een verhaal te geven. Maar aan boord van het wrak van de drie gezusters zijn honderden vondsten aangetroffen. En op basis van deze vondsten kunnen we dat verhaal verder invullen. En zo zag u bijvoorbeeld dat er twee strijkijzertjes zijn gevonden in het wrak. Nou weten we natuurlijk niet zeker of Meijer die als cadeautje heeft gekocht voor zijn vrouw omdat één van de twee kapot was. Dat is een mogelijkheid. Maar feit is wel dat ze aan boord waren. Zo kunnen we op basis van die andere objecten dit verhaal met feiten een verdere invulling, een interpretatie geven om het toch meer als ramp ook te kunnen begrijpen. Maar dat is ook een probleem in de archeologie. Van die wrakken die wij opgraven in het Zuiderzeegebied is heel vaak een verhaal zoals deze helemaal niet bekend. Laat staan dat we bijvoorbeeld al de naam van een schip weten. Sterker nog, in Flevoland zijn 450 scheepswrakken opgegraven en onderzocht. En ik denk dat van nou, ongeveer 10, dus dat is maar een fractie van het totaal, de identiteit, dat wil zeggen de naam, de opvarenden, het verhaal erachter bekend is. En de drie gezusters is daar één van. Maar ook dit wrak heeft een geschiedenis die verder teruggaat. Een geschiedenis waarbij dit wrak werd aangetroffen en opgegraven en nog niet werd herkend als de drie gezusters. En ik wil u nu laten zien hoe dat verhaal zich heeft ontwikkeld tot het verhaal dat wat u net gehoord heeft. En daarvoor gaan we terug naar de zomer van 1979. Er is dan een opgraving in Zeewolde door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Dat is helemaal onder in Flevoland. En op kavel ZQ18, nabij Zeewolde, wordt een scheepswrak opgegraven. Je ziet dat wrak links in beeld. En ZQ18 wordt dan ook als naam aan het wrak gegeven. Dat is dus eigenlijk een toponiem van waar dit wrak is gevonden. Dat is nooit de echte naam. Maar goed, in de archeologische documentatie heet het voortaan de ZQ18. Wat weten de archeologen op basis van het onderzoek? Het onderzoek toont aan dat er een goed bewaard gebleven wrak is aangetroffen. Het type is een tjalk, aan boord steenkolen als lading gevonden en 577 vondsten. En op basis van die vondsten kan worden vastgesteld dat er een gezin aan boord was. Een beetje traditioneel, maar er waren objecten die toebehoorden aan een man, vrouw en kind. En op basis van een cent, verschillende munten die in het wrak zijn aangetroffen, werd geconstateerd dat het schip in 1878 of daarna moet zijn vergaan. Conclusie van dit onderzoek, het is een tjalk vergaan aan het eind van de 19e eeuw. En dat is voor maritiem archeologisch onderzoek al hartstikke gedetailleerd, want soms kunnen we het niet veel gedetailleerder plaatsen dan een eeuw nauwkeurig, of soms überhaupt alleen late middeleeuwen of nieuwe tijd. En daarmee eindigt het onderzoek ook, totdat ik onlangs bij een zoektocht in de archeologische opgravingsdocumentaties deze papiersnippetjes tegenkwam die ook in het wrak zijn gevonden. En die archeologen hebben deze papiersnippetjes bewaard. Het is een wonder dat ze zijn aangetroffen, want papier is hartstikke kwetsbaar en wordt eigenlijk nooit gevonden in archeologische contexten. Maar hier dus wel. Alleen ze konden er toen niks mee, want ja, er staan wel wat woordjes op, maar wat moet je daar nou precies mee? Een deel van het papier is wel weggegooid, was te slecht, maar ze hebben het ook toen in 1979 nog wel getekend en overgeschreven. Is het dus een opvallende vondstcategorie, want we treffen bijna nooit papier aan. En dat is ondanks dat het kwetsbaar is goed bewaard gebleven, getekend, overgeschreven, in totaal zo'n 30 stukjes. En op één van die stukjes staat het woord David en op basis daarvan is besloten, dan moet het toch een fragment uit de Bijbel zijn geweest. Dus dit waren Bijbelsnippers. Geen verder onderzoek naar gedaan, want ja, wat kan je er verder mee? Toen dacht ik, toen ik dat tegenkwam, van zou ik op basis van deze papiersnippers tot een betere datering van het schip kunnen komen, van het wrak. En ik wilde daarvoor in de archieven kijken, van bijvoorbeeld de Koninklijke Bibliotheek. Daar staan veel gedigitaliseerde kranten in, en ook andere krantenarchieven. En dat doe ik dan door bijvoorbeeld steekwoorden in te voeren, woordcombinaties te gebruiken en woorden te interpreteren die slecht leesbaar zijn. En wat blijkt? Dat kan. Dan pak ik de eerste erbij, dat is de meest iconische natuurlijk ook. Die werd gezien als een Bijbelfragment. Ik heb die exact teruggevonden. Hier zien we ook de bladzijde
waar dit snippetje eigenlijk van afkomstig is. En dat is niet de Bijbel, dat blijkt het boek De Oude David te zijn. Een geschiedenis uit het begin der afscheiding, is geschreven in 1889. En het is een boek over de reformatie. Ik kwam ook even terug in het verhaal zo net. Die andere snippertjes zijn ook niet afkomstig uit de Bijbel, maar ook die zijn teruggevonden. En wat blijkt, die komen uit een krant, namelijk de Nieuwe Veendammer Courant. Deze bijvoorbeeld van 14 mei 1892. En hier zien we een andere. En dan steekwoorden zoals fotograaf, negatief, zijn allemaal weer teruggevonden in die kranten. Dit is van enkele dagen later, 17 mei 1892. En als je dat dan bij elkaar optelt, dan blijkt dat er drie bronnen zijn. Die snippers zijn afkomstig uit de Oude David. Dat zijn er een stuk of vier. Maar de meeste zijn afkomstig uit de Nieuwe Veendammer Courant. En dan gaat het om kranten uit de periode 1890 tot 1892. En dan is er ook nog een fragment uit een Duitsstalige krant, maar die hebben we niet kunnen identificeren. Conclusie, op basis van alleen al deze snippers, is dat die ZQ18 is vergaan na 17 mei 1892. En dat is al een behoorlijk verschil ten opzichte van de eerdere conclusie, vergaan na 1878. Maar ik dacht, misschien kunnen we hier verder mee, want ik weet dus nu wat voor type schip het is, wat de lading was. Ik weet dat het vergaan is na 17 mei 1892 en dat die kranten uit het schip specifiek steeds die Nieuwe Veendammer Courant zijn, dat is interessant. Dat zegt iets over een relatie tussen het schip en Veendam of Veendam en omgeving. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een nieuwe database gemaakt samen met studenten van het Groningen Instituut voor Archeologie over scheepsrampen uit de 19e eeuw. We hebben daar een enorme hoeveelheid van gedigitaliseerd. En met die database, zo ziet die eruit, kunnen we dan gericht zoeken naar rampen die op de Zuiderzee hebben plaatsgevonden. Dus ik dacht, dan pak ik de gegevens van het wrak, namelijk een tjalk geladen met steenkolen, vergaan na 1892, die 17e mei, in de omgeving van Harderwijk. En wat blijkt? Er is een overeenkomst. En dat zien we hier. Ik kan hem natuurlijk wel verklappen, want u voelt hem al lang aankomen. Dat blijkt de drie gezusters te zijn. En als ik ze op een rijtje zet, dan zult u ook zien dat die overeenkomsten heel duidelijk zijn. In beide gevallen tjalk, in beide gevallen geladen met steenkolen. Dus zowel het wrak als de omschrijving van de ramp met de drie gezusters. De drie gezusters kwam uit Wildevank, Schipper Meijer. En de ZQ18, dus het wrak, had die krant aan boord, omgeving Veendam, Nieuwe Veendammer Courant. Maar die werd dus gedrukt, niet in Veendam, maar in Wildevank. Dus ook die overeenkomst is heel duidelijk daar. Opvarende, in beide gevallen een gezin, de ramplocatie is de Knar. En ook de dateringen zitten dicht bij elkaar. Dus ZQ18 na 1892 in mei. En de drie gezusters, zoals we weten, in 1893 op 20 juni. En dan als laatste heb ik ook de locatie vergeleken. In de krant van 1893 stond ook een peiling van de ramp van de drie gezusters. Die zijn niet zo heel nauwkeurig. Maar goed, die geven een indicatie van waar het schip ongeveer is vergaan. En die vergeleek ik met de plek waar de ZQ18, dus waar het wrak is opgegraven. En die blijken echt behoorlijk dicht bij elkaar te zitten. Zeker voor open zee is de afstand tussen peiling en daadwerkelijke locatie ongeveer 2 kilometer en dat is vrij verwaarloosbaar. Conclusie dus, dit onderzoek toont dus ook aan dat als je historische bronnen gebruikt, dan kun je die gebruiken in een aanvulling op archeologie. Dus die rampen en die kranten, die vormen een aanvulling op dit archeologisch onderzoek. Maar andersom ook, door de opgraving van die ZQ18 konden we er uiteindelijk achter komen dat dat de drie gezusters was. En met die nieuwe onderzoeksmethode, dus het onderzoeken van die digitale kranten, het doen van ruimtelijk onderzoek, leidt dat dus tot totaal nieuwe resultaten. Die feitelijkheden om het verhaal heen, die schrijven we op. Maar het mooiste is om het verhaal dan te vertellen, om te laten zien van wat gebeurde daar nou eigenlijk daar op zee. En zo weten we nu dus dat wrak ZQ18 eigenlijk dus de tjalk drie gezusters is van Schipper Meijer uit Wildevank. Dus een met steenkolen geladen tjalk en die verging in de nacht van 19 op 20 juni 1893 nabij Harderwijk. En betekent ook werk aan de winkel, want van die 450 wrakken, zei ik al, zijn er maar zo'n 10 geïdentificeerd. Maar er zijn er nog veel meer die geïdentificeerd kunnen worden als alles een beetje mee zit. Misschien niet met krantenknipsels en papiersnippers, maar misschien wel op andere manieren. En ook daar zal ik de komende tijd nog mee bezig gaan. Maar voor nu heeft u in ieder geval een indruk van hoe dat onderzoek eraan toe gaat.
Nou, nu we aan het eind van deze lezing zijn gekomen, gaan we toch nog weer even terug naar de Tjalk, de Groningen Tjalk, het model dat we hier zien. En dan kunnen we ons dus eigenlijk voorstellen, hè, dat vrouw en kind van Schippenmeijer zich daar in de roef bevonden. Want Schippenmeijer hier bijvoorbeeld op het voorschip stond en dat er iets gebeurde in 1893 op die noodlottige dag. Dat ze dachten van, we moeten maken dat we hier wegkomen. Dat ze dus met z'n allen naar achteren zijn gelopen, de sloep in zijn gestapt en zijn verdwenen. En dat ze deze tjalk, of in ieder geval zo'n type tjalk, in de Zuiderzee onder water hebben zien verdwijnen. En gelukkig hebben ze het kunnen navertellen en gelukkig was het schip verzekerd, waardoor het verhaal toch nog een beetje een goede afloop kent. En voor onze archeologen, wij zijn er ook heel blij mee, want wij kunnen hier dus ontzettend leuk onderzoek naar doen. Dank u wel voor het kijken.